Mijn derby stories, dat is natuurlijk, ja, we hebben er een paar. Hè. We hebben de matchen waarin we eigenlijk een fantastische wedstrijd spelen en dan toch een deksel op de neus krijgen via de Dekselse Wesley Sonck of Sterke Lee of een Blondel. Uiteindelijk, dat zijn de wedstrijden waarvan je dan achteraf zegt, god, er zat meer in. Maar gelukkig hebben we dan ook de positieve uitschieters natuurlijk, de wedstrijden die we gewonnen hebben. Maar natuurlijk dan in het bijzonder de eerste waar dat ik dat scoor, net voor de winterstop, de tijd dat er nog een winterstop was. Ik heb niet veel doelpunten in mijn leven gemaakt die ik eigenlijk gevierd heb. En dat was er eentje van. Ik kan u vertellen, met de hand op het hart, ik weet in de 30 seconden na dat doelpunt niet wat er gebeurd is. Ik weet dat ik naar mijn vader, uiteindelijk omdat ik de beelden gezien heb, ik weet dat ik naar mijn vader lopen ben die in de tribune zat. En dat ik zo het doelpunt gevierd heb, maar uiteindelijk ja. Dan moet er nog een wedstrijd gespeeld worden. Ik weet na de wedstrijd, na Matthias Vijs op het veld liep, dat kan ik me nog herinneren. Maar uiteindelijk zijn dat wel behoorlijk, ja, dat is een behoorlijk grote waas. Maar wat me vooral altijd bijbleef van de derbies, de geladenheid, de sfeer onder de supporters. En in de jaren waarin, onder de boek bijvoorbeeld, waarin dat er toch meer volk in de tribunes kwam zitten. Herinner ik me nog een fase dat er op de 16 meter, dat ik een bal afgenomen had, dat ik lag op de grond. En terwijl dat recht staat, kreeg Tom van Mol de bal mee en die rukt op langs de linkerflank. En dat stadion zat eigenlijk vol. En je voelde gewoon Hans die vibe in die tribunes. Al dat volk die sprong recht van, come on. We hebben die wedstrijd trouwens niet gewonnen. Maar je voelde wel, er zat dan een passie in dat publiek. En ik laat doen, meestal als je match speelt, let je eigenlijk nooit op wat er gebeurde in de tribunes. Maar dat was een moment dat me bijgebleven is van, wow. Oh, dat is tof, dat is aangenaam. En gewoon die sfeer, ja, Van Mol die was aan het gaan. En dat volk die zette hem erachter. En ja, ik denk dat in Hans mijn carrière dat ik 3 of 4 momenten had tijdens de wedstrijd dat ik eigenlijk besefte wat er gebeurde. En dat was van de supporters dan. En dat was één van die momenten. En dat was tijdens het derby. En het zou leuk zijn, moest dat nog een keer kunnen gebeuren. Om een filmpje maken voor de club, voor de flauwe blauwe. Waar is het?